Hallo Black Legion en welkom bij een nieuwe part van Rise of the Tomb Raider. We zitten in heel diep sneeuw. Lara is een beetje gewond en ik vermoed dat we naar een kamp toe moeten, of naar een kampvuur. Ook dat is de methode om te fast travelen in de game. We gaan er heel veel maken, zo het schijnt. En dat is meer in de wat open gebieden, zeg maar, dat je zulke dingen doet. Come on. You can do this. Dus ik ben heel erg benieuwd. Lara heeft het er moeilijk mee, zoals je hoort. En what the fuck is dat? Een oud kamp. Oké, blijkbaar is dat een oud kamp. Ah, dit is het oude kamp. Daar kunnen we een vuurtje stoken. Oké. Got to start a fire. Dat zou wel handig zijn, ja. Om een fikkie te stoken. Ah, verzamel grondstoffen om vuur te maken en een schuilplaats te bouwen. Komt helemaal goed. Dus we gaan wat takjes sprokkelen. Oké, over de hele boom. This is my work. Prima. Not enough to last the night. Dit boompje gaat er ook aan, sorry boompje. Dry enough to burn. I hope. Kijk, het is Rudolf. Rudolf is neergeschoten. Grondstoffen om iets te maken. Of planten en fresh veel kill. Dieren om objecten te maken. Meat, but maybe something else I can use. Ja, de huid neem ik aan. Oh, wolfjes. Hallo wolfjes. Ga maar weg, wolfjes. Ga terug naar het kamp en maak een vuur. Kan ik ook iets sneller lopen? Nope. Oké. Niet dat we haast hebben op zich, maar... Ja, loop inderdaad verder. Sneller. Doorbanjeren. Ah, bijna. 10 centimeter verder en we waren er. Het sneeuwt hard. Damn. Sowieso. Dat allemaal met die kleine boompjes. Dat doet ze goed. De radio begint te werken. Oh, if the artifact is here, we'll find it. And what of the remnant? They continue to resist us. But we'll have the situation in hand soon enough. Good. Trinity has faith in you. Trinity. Ik moet zeggen, Lara praat wel heel veel in zichzelf. Eigenlijk. Hé, kijk, een boog. Nou ja, tenminste, ik neem aan dat een boog moet worden. Dat is wel cool. Wapen upgrades. Nieuw pistool beschikbaar. De ratelslang. Oh my god. Like looking an old enemy in the eye. It wants to take me down. It wants me to just lie down and die. But I won't. Okay. I can't. There's something here. There must be, or Trinity wouldn't be in this snowy hell. Sneeuwhel. I just hope that Jonah is okay. Dat is het zeker wel, ja. That he found a way. Hey, dat rek. Alweer. En nee, nogmaals, ik ga niet jullie kerstgedichtjes, want dat zei iemand, Sinterklaasgedichtjes, paasgedichtjes, carnavalsgedichtjes, en dat alsof mij alles wat toe voorbij komt met een nieuw speedport. Dat kan ik allemaal niet doen. En ik weet het, ik praatte door Lara heen, maar het was niet zo heel boeiend wat ze zijn, naar mijn mening. Wapenupgrades, daar waren we gebleven. Gebruik menu wapens om je boog te verbeteren. Oké. Okay. Geïmproviseerde langboog, upgrades beschikbaar. Nou, weergeven. Er zijn er verschillende upgrades. Je kunt de handgreep dus verbeteren. Je kunt de boogpees verbeteren. De nokpunten. Geen idee wat dat zijn eigenlijk, de nokpunten. En je kunt de boogpees invetten. Maar dan moet je dus ambachtsgereedschap hebben. Voor deze allemaal niet. Deze moet je trouwens de ontwikkelde boogpees. En we moeten dus 3 weet ik niet wat hebben. Geen idee wat dat is eigenlijk het eerste. Grondstoffenlijst, dus even kijken. We moeten doek hebben.
Is dit trouwens alles wat je... Damn, die munten. 850 fucking munten. You fucking kidding me. Oké. Maar je kunt dus alles wat je volgens mij dus kunt gebruiken, zeg maar, qua maximaal aantal. Dus 10 kruiden bij je voor iets nodig. 25 doeken in totaal waarschijnlijk om dingen te upgraden en shit. Dus dat kun je hier makkelijk zien. Denk ik. Of er zijn maar 25 doeken in de hele game om te vinden. Dat zou ook kunnen. Weet ik precies, maar hier moeten we dus in ieder geval doeken voor hebben en dus nog 4 huiddingen. Hiervoor moeten we 5 doeken hebben. Hiervoor moeten we 12, weet ik niet wat hebben. Hier moeten we een even zwijn voor. Wat de fuck moeten we daarvoor hebben? Berenhuid. Staat. Oh ja, een zwijnenvet moeten we daarvoor hebben. Dat was hem. Zwijnenvet. En de andere is bruikbaar materiaal. Dat moertje. Maar deze kunnen we upgraden. Zoals je ziet, daar moeten we hout dus voor hebben. En hide. Dus dat gaan we maken. Maar je hebt in ieder geval gezien wat je allemaal kunt upgraden aan de boog. En hoe en wat allemaal precies. Zo kun je het ook met andere dingen doen. De ijsbel bijvoorbeeld kan geüpgraded worden. Qua handvaten en weet ik het allemaal wat. En zo kun je ook de outfits wisselen. Wapens wisselen schakelt dus meerdere wapens van hetzelfde type via het menu wapens. Elk wapen heeft dus nieuwe statistieken en upgrades die je nu strijdgevoel geven. Oké. En we hebben nog een outfit. Dat is, dit is de expeditiejas. En dit is de lerenjas. En het maakt eigenlijk allebei niet zo heel veel uit. Op zich, leren jas. Ik vind dat dit leuker staan. Persoonlijk. Leuker dan de expeditiejas. En ik weet dat er sommige outfits zijn. Die je. Helpen, zeg maar. Waardoor je meer damage kunt verdragen, bijvoorbeeld. Een sneller heal. Of. Ik weet eigenlijk niet wat er verder is. Maar dat is eentje die ik weet. Dus op zich is het wel cool dat je je outfits kunt veranderen. Zeker wel. En ik vraag me af hoe de fuck wij dus de wapens kunnen veranderen. Aangezien de game dat net zei. Dus ik neem aan dat je dat hier moet doen. En dan kunnen we die rattlesnake aanklikken. Nope. Want ik had een pistool vrijgespeeld, zei hij net. Dan misschien inventaris. Munitie. Kun je ook maken dus. Pijlen. Dat is ook wel cool. Dan moet je dus veren voor hebben en hout. En qua uitrusting kunnen we aardig wat doen eigenlijk. Pijlkoker van jager. Stevige leren pijlkogel met midden formaat, waarmee je meer pijlen van alle soorten bij je kunt dragen. Avonturier, een tas. Dan kun je meer meenemen, daar moeten we ook doek voor hebben en shit. Dat is echt cool, je kunt zoveel upgraden. Ik weet dat dit een beetje saai is misschien, omdat ik alles doorloop. Maar het is gewoon cool om allemaal te zien wat je kunt maken en shit. Vind ik tenminste, ik vind het echt awesome. Dus als de inventaris, dan hebben we de vaardigheden. We zijn namelijk volgens mij een keer level up gegaan ofzo. En dan kun je een van de vaardigheden kiezen. Dus je kunt een beetje levelen. En eens even kijken, wat hebben we allemaal. Maak sneller webobjecten en munitie. Ontvang meer XP door het vermoorden of uitschakelen van vijanden. Maak explosieven. Lichtvoet, land veilig zonder schade vanaf aanzienlijke hoogten. Verdien extra XP van noodvoorraden, documenten, reliquieën en uitdagingen. Oog voor detail. Uitdagingsobjecten. Uitdagingsobjecten zijn bijvoorbeeld die kandelaar dingen die daar hingen in die tempel. Die we kapot konden schieten. Dat zijn zulke dingen, zeg maar. Dan hebben we jager. Maak kans om pijlen terug te krijgen van vijanden die je hebt gedood. Volg stabiele richtdingen. Vergroot hoeveelheid munitie. En dierlijke instincten. Dan gloeiende dieren en grotere dieren laten voetafdrukken achter. Zodat je makkelijker kunt jagen, daadwerkelijk. Dikhout. Echt die Nederlandse vertaling, maar oké. Dan krijg je dus minder schade. Dit was volgens mij van kogels en shit. Van vuur en contact aanvallen. Oké. Dit is dan van explosieven en vuur. Schakel vijanden zonder panzer dadelijk uit. Een efficiënte moordenaar. Geruisloos. Dan krijg je automatisch hun grondstoffen. Dus dat is ook een chill. Ik denk dat we in eerste instantie gaan voor een van de XP dingen. Dat is op zich het logischste. Want als je dus dingen doet. Zelfgemaakte handwapens. Dat is vermoorden of uitschakelen van zelfgemaakte. Ik denk dat we voor deze gaan. De noodvoorraden, documenten, reliquieën en uitdaging. Ik denk dat we daar net iets meer aan hebben. Dat we dat vaker tegenkomen. En daardoor levelen we sneller. Dus het is het slimste lijkt mij om dat te kiezen. Dan verder is dit de hele map. Als ik het goed heb. Niet helemaal zeker, maar ik neem aan van wel. Dat dit voor een groot deel de map is.
Syrië. Kunnen we daar ook nog naartoe? 57%? Nope. Oké. Okay. En je kunt dus fast travelen tussen al je kampen, zeg maar, die je hebt. Op het moment hebben we er nog maar één. Maar dat wordt vast nog wel meer. Dus ja, dat was een beetje het saaie deel. Mijn excuses nogmaals. Maar het is wel belangrijk om het te laten zien. Dan weet je precies hoe en wat allemaal. Dit is de map voor nu. En dan kun je precies zien waar dingen zijn. Dit is ons huidige doel. Er is hier een Root of Reindeer. Er zijn meerdere paden om er naartoe te gaan. En ja, laten we gewoon gaan kijken. Doorzoek het bos. Druk op het hebben we richting om stille pijlen te schieten. Houd vast om een schot te laden voor nog meer schade. Dood en veel dieren voor grondstof voor het maken van uitrustingen en outfits. Kan ik ook crouchen dan? Nee, dat niet. Yeah. En we weten dat er ook wolven zijn, dus daar moeten we ook voor uitkijken. En we kunnen heel veel dingen hier trouwens slopen. Voor grondstoffen. In kampen en pijlen te maken. Hard out. Oké. Okay. Hier gloeide ook nog wat. Oh, ja, dit ding. Hier krijgen we als het goed is dus meer XP van. Ja, snelle leerling. Maar als je dit dus weer wilt lezen, dan moet je even pauze rachen, zoals ik al vaker zei. Wat kunnen we met die... Wat is de bedoeling van al die... kunnen we daar opklimmen? Ja, oké. Okay. Zeg, wat is de bedoeling nou, man? Hey, kijk, het is Rudolf. Oh, dat was lelijk. Doei, Rudolf. Ik denk, we kunnen daar naartoe springen. Maar nope, tuurlijk niet. En dan eerst eens even wat rondkijken voor grondstoffen dan, denk ik. Wat de... hier kun je tegenop springen. Denk ik. Of zijn het... Ik weet niet wat ik aan het doen ben, half. Oké, je kunt tegenop springen, dat is het doel. En dan kun je hier veilig zitten en... klimmen en doen allemaal wel. Oké, cool. Maar dat wil hij dan weer niet, hè? Zou ik X in moeten rachen misschien? Ik heb geen idee. Ik probeer ook maar wat. Daar hebben we Rudolf. We gaan even deze boom slopen. En dit is wel echt typisch. Overal waar wij komen, slopen wij zoveel dingen. Oeh, konijntje. Slopen wij zoveel dingen. Oh, get wrecked, konijntje. Oh, daar krijgen we serieus huid van. Van een konijntje. Oké. Okay. Oh, get wrecked. Zo snel dat ik die pijlen schoot. Ik hoop maar niet dat jij boos bent. Mongols. Oké, okay, noodvoorraad. Dat hebben we nog niet eerder gehad, volgens mij. Noodvoorraad, toch? We hebben allerlei grondstoffen. Oké, okay, en we levelen dus weer sneller daardoor. Waar is mijn Bambi? Sorry jongens, ik heb dus Bambi vermoord. Eigenlijk Bambi's moeder waarschijnlijk. Twee hout ervan. Dat is een grot voor wolven. Dan gaan we niet naar binnen. Tenzij dat we dood willen. En ik was niet van plan om dood te gaan. Ik vind het wel cool dat dit er wel weer in zit. Dat vond ik ook wel leuk iets bij de game in 2013. Dat je gewoon een beetje kunt exploren en even rust hebt. Want dit zijn de rustmomenten waar ik het al eerder over had. En dat vind ik super chill. Loslaten, dank u. En helemaal omdat het ook is om, om je character beter te maken, zeg maar. Daar heb je meer aan. Oh. Trinity. They're here. Command, do you copy? Oh, shit! Oh. Dat ging niet helemaal goed, volgens mij. Dat is een beer. Die man die werd geomnomd door een beer. Wat is dat? Vraag je dat nou serieus, Lara? Het is toch overduidelijk een beer? Ben je dof of wat? We hebben niet zoveel pijlen meer trouwens. En aangezien we één hooit krijgen van een konijntje... lijkt het me op zich wel slim om konijntjes te hunten. Want zo'n Bambi, dat was 3 pijlen. Dus dat kost gewoon meer voor maar 2 hooit. Dus ja. Wat ligt hier trouwens? Even kijken. Veren. Oké, cool. Gebruik veren om wapens te upgraden en pijlen te maken. Ik vind dit Explorer echt cool. Ik hoop dat jullie niet... Waarom? Ik moet echt waarschijnlijk X indrukken. Dat heb ik nog niet geprobeerd. Zal ik eens proberen? Kijken of dat alles... Al onze problemen fixt. Yep, X indrukken. Oké, okay, weten we dat ook weer. Vandaar. Dan gaan we ook even naar boven kijken nog.
We zijn bijna level up. Het zal niet zo heel lang meer duren. Gaan we eens even... wat is dit? Dat kunnen we onderzoeken. Mongols. We moeten eerst het Mongols upgraden. Ja, kunnen we hier opklimmen? Nee, zeker. Nope. Eens even kijken hoe komen we daar. Via hier, denk ik. Oh, vogeltje, vogeltje. Jij gaat dood. Get wrecked. Ik denk dat we het volgende wat we gaan upgraden als we level up zijn, is dat vermoorden dat je meer XP krijgt. Want dat werkt goed. Want we vermoorden echt veel dieren. Ik kan vragen me af waar de fuck mijn vogel is gebleven. Zoveel bambies. Jesus Christ. Nee, we gaan wel even hier naar boven. Even via hier. Daar op dit ding springen. En dan dus. Hoppakee, X. Ja, lekker. Lekker. We did it. We hebben veren gekregen. Nog wat veren. Jesus Christ. Kunnen we hier ziplinen? Oh. Terug naar boven even. Ik ontdek ook mijn shit daar. Ik weet ook niet alles. Hey, nou kunnen we... als we ernaast staan, kunnen we aangebrengen. Okay. Ah, je kunt er normaal gewoon naartoe springen, duidelijk. En niet alles is even duidelijk altijd. Daarboven zijn nog wat veren die we kunnen scavengen. En eigenlijk ben ik wel benieuwd wat er in zijn grot zit. Ik neem aan wolven, maar... We zijn level up, dus dat is mooi. Oeh, kroon van de prins. Cool. Dat is wel nice. Kan ik hier niet gewoon... Are you serious? Moet je daar naartoe ziplinen? Of wat is het probleem? In theorie moet ik hier toch tegenop kunnen klimmen? Ah, fuck it ook. Allright, we gaan even naar het kamp toe. Gaan we even upgraden, zodat we dan meer XP krijgen van kills. En dan gaan we even verder met de story. Zoals ik zei, ik hoop dat jullie dit wel leuk vinden. Dit is voor mij al de derde keer dat ik het zeg. Maar gewoon puur omdat ik weet dat sommige mensen heel snel afhaken als het een beetje saai wordt. Wat ik op zich ook kan begrijpen. Daar niet van. Maar het hoort er gewoon bij deze game. Hier hebben we trouwens nog takjes, zie ik. Het hoort er gewoon heel erg bij. En ik vind het juist wel cool, omdat je op deze manier echt dingen upgrade. Dus het hoort gewoon bij de game. Kunnen we hier nou ook door? Nee, ja. Is hier ook nog een secret? Hoop. Wel een cliff. Of een cliff. Een, ja, een bergding. Waar we niet op kunnen klimmen. Oké. Okay. Fijn om te weten. We gaan eens even kijken of we wat kunnen upgraden. Of op zijn minst pijlen kunnen maken of wat dan ook. Want hoeveel pijlen hebben we nog? 6. 6 pijlen. Voor mij 7 trouwens. Er is er eentje geladen. Maar dat maakt niet uit. Vaardigheden. Gaan we even naar overleven toe. En dan gaan we deze keer... Dat weet ik niet meer. Deze. Dat vermoorden of uitschakelen van vijanden. Telt het als een vijand, denk je? Een konijntje? Denk ik niet. Ik denk een wolf wel, misschien. Desondanks gaan we het gewoon upgraden. Fuck it. Wat hebben we nog meer? Kunnen we eventueel wapens upgraden? Ik ben zeer benieuwd. Nope, want we missen heel veel van die doeken. Dat is het probleem. Verder de bijl, nope. Ook... Oh, dit... Ah, dan moet ik meer van die moeren hebben. Jammer, outfits. We hebben er maar 2. Dus ik kan verder niet wat maken. Alright. Snel reizen, inventaris. Wat zit daar verder in dan? Munitie. Pijlen. Stille pijlen. En uitrusting. We missen echt voor een heel groot deel al die doeken. Dat is het probleem. Voor de rest kruiden hebben we ook vrijwel niet trouwens. Paddenstoelen. Hardhout hebben we wel veel. En dit is trouwens wat je mee kunt nemen. Ik zei het net verkeerd zeg maar. Je kunt veel meer meenemen dan 25 doeken om alles te upgraden. Dat moet waarschijnlijk ook wel. Maar dit is alles wat je op het moment bij je kunt hebben. Wil je meer meenemen dan moet je dit volgens mij meenemen. Voor de kleine leren tas. Moet je dat maken. Maar zoals ik zei, we missen overal doek, man. Dat is fucked up. We moeten echt een doek ergens vinden. Maar voor nu gaan we even wat pijlen maken. We kunnen het maximale maken. Eventueel. Dat is ook niet van plan eigenlijk. Vol.
We hebben 25 paarden nu. Er moet genoeg zijn, denk ik. Wat wil ik tegenkomen? Dan gaan we nu door. En dan gaan we nou dus verder even met de story in eigenlijk. Anders dan wordt het heel saai voor jullie. Vermoed ik. Of we gaan een grot in. Misschien wel beide. Want ik wil in een grot kijken. Ik wil gewoon weten wat er in een grot zit. Ook al vermoed ik dat dat niet lieve diertjes gaan zijn. Genaamd wolven. Oh, kijk, een tas. Wat is dat voor barricade trouwens? Kijk, dit even onderzoeken. Kaart bijgewerkt. Ah, tassen van verkennis onthullen begraven voorraden, grondstoffen, ingangen van grotten en locatie van containers. Ah, dus we hebben nou een map. Grot. Wauw, dus al die grotten, die kun je zelfs gewoon in. Voor interessante dingen. Hier is nog een schat blijkbaar, een noodvoorraad. En daar hebben we nog een grot. Oh, daar geeft nog meer aan trouwens. Nog een grot en daar is een container. Wauw. Zieke shit. Dat is handig. Ah ja, dan gaan we grot in. Want blijkbaar zijn grotten dus interessant en belangrijk. Heb je touwpijlen nodig? Ah, die kan ik me volgens mij nog herinneren. Uit de vorige game. Maar dan zou hier volgens mij nog een grot moeten zijn, toch? Ja, gek. Oh, die is verderop dan. Oké. Okay. Die is voorbij die dode deur. Ah ja, die zie je. Ah ja, dan gaan we eens even kijken in zo'n grot. Er zou dus een treasure in moeten zitten. Gebruik wapens of explosieven om versperringen op te blazen. Ja, dat al wat om dus ook niet, want ik heb geen explosieven in shit. En ik denk niet dat die pijlen wat doen. Dankjewel. Oh. Dat opleveren we gewoon heel casual. Hier is niks, helaas. Allright, dan gaan we eens even kijken of we Mongools kunnen gaan leren. Ik kan maar ik denk niet dat we daarmee iets kunnen vertalen. Ben ik bang. Zou leuk zijn, maar ik vermoed dat het niet werkt. Klauwt ik omhoog een kale boom om het zakken om knotten bovenin te bereiken. Ja, dat had ik al wel doorgegeven. Waar was die monoliet eigenlijk? Waar was dat ding? Die staat daar. Oh ja, dat is het ding naar boven. No mind, dan moesten we eerst mijn goals wel leren. Die hebben we aangeraakt. Oh ja, we gaan even naar boven klimmen. In de bomen. En eens even verder met de story. We hebben dingen geüpgraded voor zover dat we het konden. Diepe sneeuw. Sneeuw vertraagt bewegingen en maakt het aantal acties onmogelijk. Oh ja, dus dan moeten we hier lopen. In het water en shit. En dan hierop om dat goed te krijgen. Duidelijk. Uh-oh. Was hier nog iets in de buurt? Yep, die grot. In die grot ligt een container. En geen idee wat dat is. Ik neem aan dat het gele pijltje de richting is waar we naartoe moeten. Dat is wat interessant. Oh ja, daar gaan we dan. We weten dat er een beer in de buurt is, trouwens. Want deze man die werd daar opgevreten door iets wat klonk als een beer. Oh, kijk, daar hebben we hem. Het is Bruintje de Beer die een beetje boos is. Ontwijken. Rennen, Lara. Rennen. Als een banaan in een boot. Geen idee hoe een banaan in een boot rent, maar dat maakt niet uit. Rennen. Hallo, beer. Oké, contactgevecht, lekker. Fuck jou, beer. Nee, ik ben niet jouw tandarts. Ik ga niet jouw tandje verwerken. Of wil ik het eigenlijk wel? Uh-oh. Ai! Oh, get wrecked, beer. Get wrecked. Oké, dat deed niet echt wel, de beer. Auw. Dat was wel cool, moet ik zeggen. Maar de beer die gaat er vandoor. Die zegt, tabé. Ik kom niet naar beneden gekloters. Maar flashback. Cutscene ding. Dat is al vader, denk ik. Voor de rest zou ik me trouwens even stil houden. Lara, refusing to use the door again, I see. But it's faster this way, Dad. Come here, you little monkey. Are you going on another adventure? Yes. My greatest one yet. Well, I've decided that I should be your assistant. Oh, have you?
Well, there's no one I'd rather have by my side. But this business, it's too dangerous. Lara, listen to me. Someday, you're going to make such a mark on this world. You're going to make me so proud. Give me a moment, darling. I need to take this. Hi. Je zag dus dingen van Siri en eigenlijk. Je zag dat boek en van de profeet enzovoort. Dus dat was een van de redenen eigenlijk. Oké, energiegrondstoffen. Verzamel kruiden en doeken om een geneeskrachtige zalf te maken. Oh, werden dat die opeens doeken liggen? Dat wat we zo hard moeten hebben. Those leashes stem the bleeding. Need some kind of bandage. We lopen even door. Dat is een kistje. Maar wat in het kistje zit. Oh, dat kistje kunnen we niet openen. Oh, dat is een jerrycan trouwens. Ook geen kistje. Holy crap. Dat verwacht je ook niet echt. We hebben hier doeken. Een helikopter daar. Allee. LB is het dus om te healen. Gezellig. Maar hoe? Vindt een manier om de beer te verslaan. Ja. Maar dit jongen, Jesus Christ. Dit ziet er toch echt gewoon ziek uit. Dat is echt niet gezond. The fuck? Die Russische vlag hier ook trouwens. Moet je kijken joh. Sowieso dat we daar komen en dat er van alles en nog wat gebeurt. Dat kan niet anders. Dat kan echt niet anders. Maar dat verwacht je niet als je hier in een bal verloopt. Damn game. Damn. Ah ja, we kunnen nou hier naar boven klimmen trouwens. Ideaal. Maar dat gaan we in de volgende part doen. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Als je het leuk vond, vergeet niet even te liken. Ondanks dat het misschien een beetje saai was. Met alles craften eigenlijk. Maar ik liet nou ook alles zien wat je kan doen. In de volgende part, als we iets gaan doen, is het puur hunten. Iets wat volgens mij jullie altijd wel leuk vinden. Tenminste, met Far Cry 3 en eigenlijk ook. Vonden jullie dat heel leuk om te kijken. Dus ik neem aan bij deze game ook wel. En dan gaan we dus gewoon dingen upgraden eigenlijk. Maar dan zal het niet zo uitgebreid zijn als bij deze video. Dus dat komt er goed als je deze niet zo leuk vond. Wees niet bang, in de volgende video zal het sowieso een heel stuk korter zijn. Dus dat wil ik nog even zeggen voor de duidelijkheid. Voordat ik daar klachten over krijg. En ja, dat was het. Zoals ik zei, als je het leuk vond, vergeet niet even te liken. En ik hoop je weer te zien bij de volgende part. Laters!